Thomas Vossenbelt, het is woensdag, 3 dagen voor toch wel denk ik belangrijke wedstrijd tegen WRC. Hoe leeft die wedstrijd op dit moment bij de ploeg? Is dat echt een zeg maar 6-punten-duel? Ja, zeker. Gisteren op de training nog met elkaar onderling over gehad van, ja, dat het echt een cruciale wedstrijd is. Maar als je wint inderdaad, dan neem je nog wat afstand op WRC. Verlies je, dan heb je wel een probleem. Maar goed, WRC is geen makkelijke ploeg. Eerste wedstrijd hebben jullie 2-1 verloren. Nou, misschien dat het ook een gelijkspel had kunnen worden, maar feit is dat ze die hebben gewonnen. Dus dat is, dat wordt denk ik een spannend duel. Ja, nee, goed wat je zegt. WRC is inderdaad een goede ploeg. Daar verliezen we met 2-1. Misschien niet helemaal terecht, maar ja, je verliest wel zo'n wedstrijd. Maar WRC ja, blijft een gevaarlijke ploeg. Maar ik denk, wij spelen thuis, dus dat moet normaal gesproken voor ons altijd 3 punten opleveren, ongeacht de tegenstander. Want wij thuis kunnen we het spel maken op ons eigen veld. Maar goed, dus wij zijn nu in een fase van de competitie en op een plek in de competitie beland. Dat we daar helemaal niet lichtzinnig over mogen denken. En dat we alles moeten aangrijpen om 3 punten in huis te houden. En überhaupt weer een wedstrijd te winnen. Ja. Misschien wel extra saillant is natuurlijk dat de doelman van WRC, Frans Kornberg, komend seizoen de kleuren van VVG zal verdedigen. Speelt dat nog mee of zorgt dat misschien wel bij hem voor de extra motivatie om te laten zien wat hij kan? Ja, dat weet ik niet. Hoe ligt eraan hoe hij daarmee omgaat? Dat zou ik niet weten. Ik bedoel, ik heb voor mijzelf ook toen al met Sparta bij VVG gespeeld. En voor mij stond ik heel in van, joh, ik wilde gewoon heel graag winnen. En wat volgend seizoen komt, komt volgend seizoen. Ja, dat is dus waar. Ik denk dat hij daar ook zo in staat, maar ik mag er wel een paar door laten staan. De week daarna, AZSV. Die ploeg hebben jullie thuis met 2-0 verslagen. Misschien niet in een grootste wedstrijd, maar wel gewonnen. Maar sindsdien is AZSV behoorlijk op stoom gekomen. Ja. Dat is denk ik toch ook een ploeg die je graag onderin zou willen houden. Nee, absoluut. Dat zijn de wedstrijden die... waar we echt moeten staan. En dat zijn gewoon echt hele cruciale wedstrijden. Gezien de stand op de ranglijst. Wat je zegt, AZSV, die hebben de laatste paar wedstrijden toch wel wat punten weer gepakt. En voor mij hebben ze net wel wat meer punten als, of evenveel punten als WRC. Dat zou ook een hele belangrijke wedstrijd worden, maar daar zijn we eigenlijk nog niet echt zo mee bezig. Nee, wedstrijd voor wedstrijd. Maar maart is natuurlijk wel een hele interessante maand. Hè? Er zijn een aantal 6-punten-duels. Ja. En voor de beker natuurlijk tegen Juliana. En als jullie die eind maart winnen, dan is toch KVB-beker toch denk ik een prijs. Een belangrijke prijs die je dit seizoen kunt winnen. Ja, nee, zeker. Kijk, dat soort wedstrijden zijn altijd goed voor de club en voor leuk als speler. Om het zelf met Sparta Nijkerk een keer tegen Sparta Rotterdam uit mogen spelen. En thuis tegen de Graafschap. Nou, VVG mocht tegen FCM aan de bak. Dat zou ook voor een speler leuke wedstrijden, maar zeker voor de club ook heel interessant natuurlijk. Hoe staat de ploeg er op dit moment voor? Want jullie hebben toch veel blessures en schorsingen gehad. Hoe kijk je nu tegen het team? Is de juiste spirit aanwezig? Denk ik wel. We hebben weer laatst even goed weer de koppen bij elkaar gestoken. En om te zeggen tegen elkaar dat we gewoon echt een ploeg hebben met veel kwaliteit. En dat er nog niet helemaal uitkomt. Maar dat we daarin wel zoekende zijn en dat we daar in mijn ogen ook wel weer stappen in maken in wedstrijden, maar ook op trainingen. Richard Hakland is bijvoorbeeld weer fit. Je mist alleen Menno natuurlijk met zijn knieblessure, Niels knieblessure. Lars is weer terug van vakantie. Of van vakantie, ik zeg op vakantie, maar ja. Hij is natuurlijk een tijdje weg geweest. Een tijdje in Afrika geweest. En dat zijn toch wel vastigheden die je wel had in de eerste seizoen zelf. Het einde eerste seizoen zelf, waar we gewoon een aantal behoorlijke wedstrijden gespeeld hebben. En ook wat punten hebben gepakt. En ik denk dat het goed is voor het team, omdat we daar weer wat op terug kunnen vallen. En dat we daar vanuit daaruit weer misschien een hele mooie serie neer kunnen zetten. Ja, een mooie serie. Want eigenlijk heeft ze dit seizoen nog niet één keer echt een serie neergezet. Hè, van 2-3 echt goede wedstrijden achter elkaar. Nee, klopt. Daar zitten we eigenlijk met z'n allen toch wel op te wachten, denk ik. Ja, wij als spelers, wij spelers ook natuurlijk. Volgens mij speelden we thuis tegen Apeldoorn een hele goede wedstrijd. Nou, een week later speel je in de allerlaatste minuut volgens mij gelijk bij Berkum. En daarna was het winterstop. Ja, dat zijn dan net momentjes waarvan je denkt dat je misschien in een flow kunt komen of een serie kunt neerzetten. Ja, dat het dan net niet, of dat het weer door de winter wordt onderbroken. Mm-hmm. Maar goed, als we weer kunnen terugvallen op die vastigheden van toen.
Dan kunnen wij gewoon een serie neerzetten. Ja. Ja. Als we wat breder kijken, ook naar komend seizoen. Het bestuur heeft dan zeg maar min of meer een beetje laten weten dat de ambitie uiteindelijk toch topklasse is. Terwijl je dit seizoen eigenlijk vecht tegen degradatie. Of in ieder geval niet bij de promotie-degradatieplekken wil komen. Ja. Hoe voelt het als speler of ben je helemaal niet met dat soort dingen bezig? Je bedoelt die ambities? Dat... Ja, nou ja, tuurlijk. Als speler ben je daar ook wel mee bezig om zo hoog mogelijk te spelen. En dat ook uit te dragen in je ambitie of doelstelling. Maar goed, kijk, we hebben dit seizoen natuurlijk wel een rumoerig seizoen gehad. Het begon al naar Dwight. Nou, Dwight ging naar Cambuur. Marco opvolger, uiteindelijk naar Heerenveen. Jan Schulting gekomen. In oktober weggegaan. Dat zijn toch allemaal dingen die ook niet ten goede komen. Op het moment als je dat soort doelstellingen of ambities uitspreekt. Kijk, ik denk dat ze dit seizoen ook een beetje een smalle selectie hebben wat dat betreft. En dat we daar in volgend seizoen, zeker nu heel veel jongens blijven, wel weer een stapje extra in kunnen maken. Iedereen heeft toch wel weer een jaartje extra ervaring. Ook de nieuwkomers die nu bij VVG spelen. Maar goed, wat ik zeg als speler, het is een beetje vreemd misschien. Op het moment dat je dat uitspreekt, als je nu bovenaan rechte rijtje staat of net boven de PD-plekken. Maar ik denk nog steeds dat we gewoon echt een heel goed elftal hebben. En met een paar goede aankopen, goede versterkingen, is dat misschien helemaal niet gek. Ambitie was dit seizoen natuurlijk ook gewoon middenmoot. Ook niet vergeten dat we eigenlijk in een enorm sterke competitie spelen. Als je dat vergelijkt met... over klasse A bijvoorbeeld. Je ziet bijvoorbeeld Sparta en Nijkerk A en DVS. Staan allebei in de top 3 of top 4. Kijk, en bij ons, Deto komt uit de topklasse, staat onderaan. En we hebben nog 3-4 ex-topklassen. Dus dat zegt ook wel wat over het niveau van de competitie. Maar goed, wat ik zeg. Ik vind nog steeds dat we gewoon een kwalitatief sterke selectie hebben. En dat we dat volgens Zoom heel goed kunnen uitbuiten. Ja. En goed, dus, uiteindelijk zeggen ze altijd dit voetbal wedstrijd voor wedstrijd. En de komende wedstrijd is WSC. Ja. En ik denk dat we met z'n allen ook hopen op een flinke steun van het thuispubliek. Hè, want dat heeft de ploeg ook nodig, denk ik. Ja, nee, zeker. Dat hebben we heel vaak ook in de wedstrijd wel eens over gehad. Je kon ze gekscheren doen over de jongens daar achter het doel. Maar dat motiveert wel en dat geeft de tegenstander ook een bepaalde gevoel van... er staat hier wat te gebeuren of zo, weet je wel. En, dat merk je wel in het veld. Dat is erg prettig. En wat ik zeg, we gaan gewoon zeker voor die 3 punten thuis. Nou, succes. We gaan zaterdag allemaal bekijken. En ik hoop dat er velen zeg maar, naar de strook wel komen. Ik ook. Dankjewel.